Ja, wij wonen hier nu een kleine 10 jaar. Maar 3 jaar geleden heeft mijn zoontje het ook al gehad. Mm. Maar toen was het niet zo erg als nu. Nu zit het echt van begin tot einde aan de andere kant van de brug ook helemaal vol. Dus, ja, wat zou er aan moeten gebeuren, behalve dat je iedere keer die nesten ruimt en ze wegzuigt nu? Voor mij mogen ze omkappen. Dan zijn we er helemaal vanaf. Nou, ze zijn goed bezig hierachter, hè? Ja, gelukkig wel. Werd echt tijd, want het is gewoon niet meer leuk. Het is echt... Alleen nou zagen wij aan het begin zijn ze laatst bezig geweest, maar dan zagen we weer een nieuwe nest. Dus daar willen we eigenlijk weer door gaan geven, dat is die ook nog... Maar ze zijn inderdaad goed op weg. Ik sprak net nog iemand, haar man die zat er ook helemaal onder. En die dacht dat ze last hadden van bedzwanzen. Oh. Maar ja, goed, dat was dus inderdaad de processierups, ja. Het zijn er heel veel. Dus echt, het is niet maar mijn zoontje, mijn buurjongetje en heel dieren. Alles zit gelijk onder. Het zit echt helemaal onder. Ja, dat is heel vervelend. En het is ieder jaar hetzelfde natuurlijk, hè? Met die rupsjes. Uitslag, vooral uitslag en jeuk, heel veel jeuk. En mijn hond heeft het ook gehad. Dus nu wordt nu minder. Ze zat ook helemaal onder vlekken. Dus het is echt een ramp. Voor mij mogen ze omkappen. Dan zijn we er helemaal vanaf.